Deze week in Nieuwsronde, een mooi straattheaterfestival, plannen voor de Oude Spoordijk gepresenteerd, Lorina Wiebes op weg naar de Europese titel en het foto ABC. Het was weer een waar festival in Meidrecht. Artiesten met ronde Veense roots, maar ook internationale acts wisten het publiek goed te vermaken. Thank you.
De gemeente presenteerde de plannen rond de Oude Spoordijk met een wandel- en een fietspad. Meer dan 800 handtekeningen gaven een tegenstem. En er zijn inmiddels 865 handtekeningen verzameld. Deel van de handtekeningen zijn van buiten de gemeente, maar er zijn ook heel veel mensen die hier werken en graag op het pad wandelen. En er zijn ook heel veel mensen van buiten die speciaal hier naartoe komen om de wandelingen te doen. Dus het is niet. U heeft net een petitie aangeboden over asfalt de Oude Spoordijk. Ja. Waarom? Wij willen proberen te vermijden dat er een fietspad komt op de Oude Spoordijk, omdat we het belangrijk vinden dat er een exclusief wandelpad blijft. Zodat je even tot rust kan komen na een drukke werkdag, zodat je even je hoofd leeg kan maken. Zonder dat je je druk hoeft te maken over ander verkeer. Als ik de tekeningen zo zie, wordt het wandelverkeer en fietsverkeer wordt van elkaar gescheiden. Dus dan loop je toch in je eentje. Nou, je loopt niet in je eentje, want er fietsen natuurlijk de hele tijd fietsers langs heen. Dus het element rust vervalt. En het gevoel van slenteren door de natuur is met zo'n heel mooi aangelegd pad natuurlijk totaal verwoest. Het gevoel van buiten wandelen is weg. Is het niet een beetje exclusiviteit, denk ik? U bedoelt het tegenhouden van een fietspad? Ik denk dat er heel veel fietspaden zijn in de Ronde Venen. En ook exclusieve fietspaden. Denk maar aan langs de Herenweg. Dat is alleen een fietspad. Daar moet je over het fietspad lopen. En aan de kant springen als je daar bent. Ik denk dat fietsers al heel erg in het voordeel zijn. En veel paden hebben. En wandelaars hebben hier in de Ronde Venen. En zeker in Meidrecht en Wilnis. Op korte afstand niets. Bij deze wil ik dit aan u overhandigen. Dank je wel. Ja, heel veel van die dingen doen we om de fietsen te. Dit is een van de redenen wat we willen doen. Dat is inderdaad voor het stimuleren van de fietsen. Al die dingen die jij noemt, die kunnen inderdaad ook. Heel veel van die zaken doen we natuurlijk ook. Dus het wordt een half verharding, wordt het. Wel nog even precies kijken wat het dan wordt. Maar het wordt half verharding. Er zit een brem tussen het fietspad en het wandelen, zodat ook de honden niet onder de fietsen gaan. Want dat zag ik ook heel veel terugkomen. Want dan kunnen de honden niet meer loslopen. Dus we hebben ook heel erg geprobeerd tegemoet te komen aan die bezwaren. En zoals we dat nu gemaakt hebben en getekend hebben, zou het toch ook gewoon echt kunnen zijn dat het echt gewoon goed bij elkaar zou kunnen passen. Als ik de wethouder net hoor, dan komt er geen spat asfalt. Ja, wat ik net al uitlegde is, we zijn tegen het asfalt, maar we zijn tegen bestraten en tegen het fietspad. Dus we willen een natuurlijke omgeving behouden. Dat houdt in dat we geen verharding willen en geen verstening. En dat is wat de gemeente natuurlijk wel wil. Hoe gaat het aflopen, denkt u? Laat ik zeggen wat ik hoop hoe het af gaat lopen. Ik hoop dat de gemeente luistert en voelt dat de bewoners behoefte hebben aan een rustmoment in de dag. En dat ze erin meegaan. Dat ze andere oplossingen zoeken om fietsen te stimuleren. Het is al even geleden dat we Lorena spraken. Sporttalent van het jaar in 2015. Sportvrouw van het jaar in 2017. En deze 20-jarige duizendpoot op twee wielen hebben we voor het gemak maar even op een spinfiets gezet. Dan kunnen we haar nog een beetje volgen. Het gaat de laatste jaren behoorlijk voor de wind voor Lorena Wiebes. En later deze maand komt ze in actie voor Nederland bij de Europese Spelen in Wit-Rusland. Tijd om voor haar vertrek eens even bij te babbelen. Lorena, fijn dat je even tijd voor ons hebt. Ik wil eigenlijk met jou terug naar je jeugd. Want eigenlijk wanneer was je er eigenlijk van overtuigd dat je best wel aardig kon fietsen? Toen ik een beetje op de weg begon te rijden bij de nieuwelingen meisjes. Toen ging het eigenlijk meteen wel lekker. En toen dacht ik, hier ga ik mee door. Maar dat is al in een vergevorderd stadium. Was het niet dat je als klein kind al dacht van dit is mijn jeugdidool, dit wil ik bereiken? Had je zo iemand? Nee, want toen was ik nog veel meer bezig met turnen, acrogym en voetbal. Dus heel veel sporten gedaan. Wat bracht jou dan uiteindelijk tot het wielrennen? Omdat er gewoon veel successen daar behaald werden? Nou, eigenlijk door mijn vader. Die deed af en toe als wielrennen. En vroeger eerst triathlon, dan is hij gaan wielrennen. En toen heeft hij mij ook zover gekregen om op de fiets te stappen. Je hebt bewust 2018 bewust een tussenjaar genomen. Ik kan me voorstellen, je doet alles voor de sport. Heb je dan nog wel een privéleven daarnaast? Ja. Kan dat nog? Ja, jawel, dat wel. Ja, je hebt niet zoals denk van meiden en jongens van mijn leeftijd die elk weekend gaan stappen. Nee, dat zeker niet. Maar ik trek vooral veel op ook met mijn ploeggenoten. En dat is gewoon heel gezellig. En verder rest moet je natuurlijk ook gewoon veel rusten tussendoor. We zijn echt een opleidingsteam en alles gaat gewoon rustig aan. En je hebt nog veel vrijheden daarin. En ook om je te ontwikkelen.
Maar het is wel zo dat de organisatie eromheen gewoon een stuk professioneler is dan bij een clubteam. Dus dat, ja, dat vooral. En ook materiaal. Nu, vroeger moest ik dan zelf om materiaal zorgen. En nu wordt alles gedaan. Dan gaan we even naar 2019. Je zit nog steeds bij de profploeg. Goeie succes gehaald, hè? Ja, ja, dat zeker. De verwachting... ik hoopte wel dat het zo ging lopen, maar ja, dat moet je altijd maar zien. En dan doe ik eigenlijk vooral op... je hebt laatst nog de ronde in China. Drie etappes. Drie etappes gewoon dominant gewonnen. Was dit de aanloop naar misschien wel het grootste wat er nu gaat plaatsvinden eind deze maand? Ja, misschien wel, ja. Ja, ja, daar... Je boekt gewoon zelfvertrouwen met overwinningen. En dat wordt ook opgemerkt dan. Als we kijken, we gaan even fast forward naar het einde van dit jaar. En eigenlijk dus na de Europese Spelen. Wanneer ben je tevreden na 2019, dit sportjaar? Nou, we hopen met de ploeg sowieso de Nederlandse titel te pakken. Dus dat komt ook al dichtbij. Dus dat zou mooi zijn als we die kunnen pakken en verder ja, zoveel mogelijk overwinningen en podiumplaatsen behalen. Je vertelt het heel, heel nuchter inderdaad, maar je zit gewoon in de Nederlandse ploeg. Dat heb je natuurlijk in de jeugd heb je dat al meegemaakt, maar nooit echt een moment dat je wakker wordt en ik vrek. Ik heb toch wel even geflikt, of is dit gewoon een tussenfase, een tussenstap naar misschien wel een groter doel? Tokio bijvoorbeeld. Nou ja, ik denk dat Tokio voor mij niet helemaal iets is, want er zijn heel veel klimmen daar. Dus dat, ik ben bang dat ik het moet overstaan, maar voor mij is gewoon een doel dan nog het EK dit jaar in Alkmaar ook. Ik hoop dat ik daarvoor geselecteerd word. En ja, dat is wel, zeker omdat het een soort van thuiswedstrijd ook is voor de ploeg, zou het heel mooi zijn om daar te rijden. We gaan je in de gaten houden. Veel succes in Minsk, toch? Ja. Hoe is je wit-Russisch? Niet goed, nee. Veel succes daar.